3, 2, 1. Maarten Botermans, een complete verbouwde winkel. Wat een metamorfose. Ja, je herkent het gewoon echt niet meer terug. We zijn er echt super blij mee. Wie zegt, het verschil van dag en nacht. Echt super trots mee en blij mee. Het belangrijkste verschil zie je eigenlijk meteen al. De lichtinval, want wat is die winkel licht geworden, joh? Ja, dat is een proces. Je gaat tekenen en dan krijg je een lijstje van wat wil je veranderd zien. En we zeiden eerst licht. Er moet licht in. Het pand, het pui is al van glas. Er stonden altijd doeken voor en stellingen voor. Ik zei, jongens, er moet licht in. Nou, dat is goed gelukt. Voor de rest, het is eigenlijk qua vierkante meters is kleiner geworden, zei je. Maar het lijkt groter. Hoe kan dat? Ja, dat is dus echt dat mooie optische inderdaad. Ik ben er officieel in ruimte achteruit gegaan. Er is een stukje van de pui afgehaald. Wel weer met het bewust om, zodat het entree ruimer wordt. Ook iets op ons wensenlijstje. Maar er zijn wat dingen uitgehaald. Het PostNL is er uitgehaald. Er is een koelcel uitgehaald. Een vriezer. Voorheen hadden we altijd die mooie snackmuur. En allemaal van die gekke hoekjes erachter. Is er allemaal uitgehaald. En de opstelling is gewoon anders. Lage stellingen. Alles is overzichtelijk. En in combinatie met het licht lijkt het gewoon veel, veel ruimer. Hebben jullie verder ook nog dingen vernieuwd? Behoorlijk wat. Granaatappelpers is erin. De food corner is compleet uitgebreid. Zelfs scan voor de consument en ook zelf afrekenen is erin. Voor de veiligheid hebben wij gesloten contant. Dus er zit geen geld meer in de lades. De lades gaan ook niet meer open. Dat is allemaal voor de veiligheid van de cashiers en voor de consument. Macarons zijn erbij ingekomen. We hebben een prachtig mooie borrelwand achterin de winkel met alle tapas en buitenlandse kaas en bijbehorende worstjes en biertjes. Dus ja, van allemaal nieuwe dingen.